Zo, ik weet niet wat mij overkomt. Is het wel goed? Ja, weet ik niet. Hallo, goedemorgen jongens. Mijn buik. Hij zit er nog steeds. Nu 2 dagen over tijd. Even naar Bart toe, die is net klaar met sporten. Dus we gaan even eten. Ah, oh, heb je helemaal de tafel gedekt voor ons? Tuurlijk, schat. Je mag even genieten van die stilte voor de storm. Misschien is het morgenochtend wel storm. Storm in mijn buik. Zo, ik ben heel even op jou naar de kamer. Want die heeft weer een leuk pakketje van Nop. Dat is van noppies.nl. Dus daar hebben we een aantal setjes van uitgezocht. En die gaat Jola zo nog even demonstreren. We hebben dit zeil besteld voor ons dak. Want we hebben een glazen dak. En dat ziet er heel mooi uit. Maar als het langer licht is, vooral in de zomer, dan is het echt elke keer zo van. Klabam! En met een babytje straks de hele tijd op de bank, want de bank staat er ook recht onder. Is dat niet zo lekker. Zo'n schuifding is dus, wat was het, 4000 euro? 3700 euro. Zo'n elektrische, dat er een zonneding overheen gaat. Als je heel snel zegt, dat valt mee. 3700 euro. Oh, nee, toch maar niet doen. Dus we gaan eerst dit proberen. Daar moet je wel even de tijd voor nemen, denk ik. Het is wel een werkje. Ja, dat doe ik morgen. Dat staat genoteerd. Het is ons homemade studiootje, waar we nu even dit en de muur gefabriceerd hebben om de foto's te maken. We hebben helaas nog niet zo'n fashionable blog. Zo'n fashionable blogger live waarin we fotoshoots hebben. Deze outfit is en blijft zo leuk. Alleen met plassen. Dat is minder met plassen. Zo, ik weet niet wat mij overkomt. Ik moest gewoon huilen. Ik moet ook gewoon echt lachen om mezelf dat ik hiervan moet huilen, maar god. Oké, nou, het zit dus zo. Ik moet Jola ophalen van school, maar het doet gewoon onwijs pijn om uit de auto te stappen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even naast de school staan, dat ze zo kan instappen. Maar het was een of andere gast, gewoon keihard tegen mijn raam aan het bonken. Ja, ja, gaat. Ja. Andere vaders komen al vragen of het gaat. Maar ik deed dus mijn raampje open en ik zei, ik kan gewoon amper lopen. Nou ja, hoe moet ik in godsnaam mijn kind ophalen en overal brengen dan? Want Bart is ook gewoon nog overdag aan het werk. Moet je toch gewoon nog kunnen doen als je nog niet bent bevallen? Slaat dat op. Nou, oké. Okay. Onsamenhangend verhaal. Ik ga Jola halen. Daar is Jola weer. En mijn glimlach. I don't know what's going on met mijn hormonen. Mijn god zeg. Dat je moet huilen om zoiets onbenulligs en stoms. Dat alleen al iemand eventjes zo. Maar het klinkt best wel agressief hoor. Als iemand ineens zo naar je staat. Zo bonken op je raam. Zo van doe open. Communiceer met mij over de fout die jij begaat. Dat je hier staat. Terwijl ik ben normaal helemaal geen asociaal type die zomaar midden op een weg. Of nou, er komt trouwens ook gewoon nog iemand langs me. Maar nu had ik zoiets van nee, nu moet het gewoon kunnen. Echt serieus, die man die dacht echt dat hij een politieagent was. Het laten we weer achter ons. Ik heb mijn glimlach weer terug. We gaan even wat eten, de kleertjes laten zien en dan gaan we straks lekker naar turnen. We gaan een modeshow voor jullie doen. We gaan een modeshow voor jullie doen. Nou, ik niet. Jij! Ik heb het speciaal voor jou dichtgelaten. Zijn dit alle kleren? Ja. Allemaal? Ja. Oké, eerst even zien. Zijn heel benieuwd hoe je het gaat stylen. Maar dat komt ongetwijfeld helemaal goed. Zeker met zo'n mama. Liefs, nieuw team Noppies. Yeah! We gaan ze nu stylen en dan laten we ze nu in het modeshow beeld zien. 1, 2, 3. Bart gaat onze Arlo eventjes installeren met zijn schattige oortjes.
gek. Ik ga koken. Koken. Ik ga vandaag weer voor HelloFresh. We hebben er nog eentje. En dat is Azzoro risotto met kabeljauw. Lust hij wel. Een buikzwaffel. Mm, mijn schattige vet Amy. Hè? Vet Amy. Oh, zit je me gelijk te knijpen? Mm-hmm. Ja. Mijn nek, hè? Dat de kijkers het niet zien. Hé, mannetje. Alles is goed. Ga maar lekker slapen. Ah, wat spet. Heerlijk! Er zit wel veel roommotor in, dat niet zo heel gezond is. Ja. Alleen de vis vind ik niet lekker, want ik hou niet van vissen. Nee, volgende keer maken we het zonder vis gewoon. Omdat ik van mijn sterrenbeeld vissen ben en daar hou ik niet van vissen. Zelfs Bart ook. Hij is ook vissen en hij houdt niet van vissen. Omdat hij houdt niet van vissen eten, want anders eten we onszelf op. Ik geloof helemaal niks van sterrenbeeld of assistant. Nou. Ik wel. Helemaal niks. Ik geloof het wel. Helemaal niks. Geloven jullie in sterrenbeelden? Ik wel. Alsof hij nu maar gewoon niet een ander karakter zou hebben dan dat hij een paar dagen eerder geboren is. Ja, maar het klopt altijd. Oh ja. Ja, omdat bij iedere horoscoop staan allemaal dingen die iedereen herkent. Niet. Bart moet altijd alles wetenschappelijk onderbouwd hebben. Je bent spontaan, is dat waar? Ja, tuurlijk. Weet je toch. Eerlijk? Ja, altijd. Weet je toch. Ja, maar ik moet jouw antwoord weten. Optimist? Optimistisch? Ja, optimistisch, dat is, ja, dat ben ik zeker, ja. Mm-hmm. En direct? Ja. Ja. Ja, heel erg. Je geniet met volle teugen van het leven? Ja? Tuurlijk. En heb behoefte aan vrijheid? Nou. Ja, dit maakt je wat onvoorspelbaar. Nou, kom op Bart, nu moet je toch wel iets toegeven. Klopt, ja. Maar er is die andere is. De optimistische instellingen zorgt ervoor dat je aangenaam gezelschap hebt. Je bent creatief, is dat waar? Nee, Bart, niet echt. Ik kan heel creatief zijn. Als ik een bepaalde oplossing moet hebben, ben ik heel creatief. Ik ben heel creatief. Echt zoveel. En volle goede ideeën. Ja. Ja? Zit je vol goede ideeën? Ja. Bart ook. Zo eerlijk als goud. Mm-hmm. Ja. Ja, is het echt zo? Ja. Of lieg jij nu? Nee, ik ben echt zo. Eerlijk? Eerlijk. Altijd? Jongen, ja. Altijd? Dat zeg ik altijd toch? Ja. Jongen. Zorgzaam. Mm-hmm. Ja. En vriendelijk. Ja. Ja. Maar ook hopeloos. Ja. Wat? Ja. Jullie zijn hopeloos. Wat is hopeloos? Hopeloos verliefd. Hopeloos verliefd op mij. Ja. Hopeloos verliefd op jou. Romantisch? Romantisch? Nou, oké, okay, nu ben ik het met Bart eens. Sterrenbeelden kloppen niks van. Weet je wel wat romantisch is? Pas op, niet iedereen steekt zo in elkaar. Mensen maken makkelijk misbruik van goede eigenschappen. Ja. Oeh. Ja, dat was het. Goedemorgen, ik ben wakker en het is gebeurd. Nee, grapje. We liggen hier nog steeds zonder baby. Clickbait. Oh, jongens. Ik werd wel wakker vannacht om 3:00 en toen dacht ik even... It's gonna happen. Ik ben gewoon weer in slaap gevallen. Ik was er te lui voor, denk ik. Volgens mij is Jola beneden een film aan het kijken. Normaal komt ze altijd bij ons liggen in de ochtend. Maar om die film te kijken die ze gisteren niet mocht afzien dat het te laat was. Iets van Liv gaat logeren. Waarschijnlijk is ze al iets van 2-3 uur wakker. Want het is pas 8:30 op zaterdag. Goedemorgen. Blijf zo lachen. Zo zijn wow. Ciabatta. Ciabatta. Even in het papa-boekje lezen. En daaronder nog een boek. De bevalling. Zo, ik zit hier heerlijk onder mijn felle dak. Jola die is lekker aan het legoen. Dexie is lekker hier. Ik heb een hele berg met boekjes. Normaal neem ik hier dus nooit tijd voor. Maar ik heb de quote, de quest. Die vind ik altijd heel leuk. Ik hou van allerlei weetjes. Chantal, die vind ik ook erg leuk. Dit is wel grappig.
Oké, de blik Big Influencer Special. Woman's Health, ook leuk. En die ook leuk. Heel lief van mijn schoonmoeder. Oh, hij maakt een rare draai, joh. Ja, nee, hele, hele punt ligt hier ineens in. Is het wel goed? Ja, weet je niet. Ik had een tijdje op mijn zij gelegen. Misschien moet ik even... Ga je staan? Ja, rustig. Ik kan niet zo snel gaan staan. Ja, ik ga maar even niet meer zo op mijn zij liggen. Nee. Vindt hij blijkbaar niet zo prettig. Niet de bedoeling dat hij nu nog hele draaien aan gaat nemen. Nee, het is ook niet de bedoeling dat hij nu komt. We moeten nog patat halen. Hallo. Hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer. Morgen. Niks gebeurt weer. Nu komt het moment dat het toch op een onverwachts moment komt. Omdat ik het nu niet meer verwacht. En Jola, die heeft gisteren helemaal zelf. En dat heeft Bart geregeld. Want die was naar de snackbar om patat te halen. Toen heeft Jola helemaal zelf boodschappen gedaan. Super lief. Oh, knap van de weer, hoor. We gaan eten, want Bart eet mij al dus op. Ja. Eet smakelijk, lieve schat. Schat. Jola, de haartjes even turnproof maken voor de wedstrijd, hè? Ja. Ze vindt het niet erg dat we niet meegaan. Nee, hè? Nee. Opa en oma die zitten lekker op de bank. Die komen erop halen. Yeah. Die gaan lekker kijken. Ja. Heb je er zin in, joh? Ja. Tadadaa! Tesla gaat gewoon. Nou, Jola die is dus op de turnwedstrijd. Voor de eerste keer dat ik niet mee ben, maar ze was er echt heel relaxed onder. Ze zei, joh mam, maak je geen zorgen. Het belangrijkste is toch gewoon dat het veilig is. En ja, straks gebeurt er wat en dan moet je ook ineens weg. Dus blijf gewoon lekker thuis. Dus... Ja, ik vind het helemaal niet erg meer om thuis te blijven. En daarbij, ik heb ook heel erg last van mijn bekken. De laatste dagen is het echt, kom amper omhoog af en toe. Dus ja, met dat erbij ook nog dacht ik wel van, nee, even een keertje een turnwedstrijd overslaan is niet zo heel erg. Ik vertel Jolie zo nog even hoe ze het heeft gehad. Zomer in zijn bol. Hij heeft gewoon bloemetjes gehaald. Ja, ga je ze ook planten? Oh nee, dat gaat niet. Ach, ik weet niet of dit heel benoemenswaardig is om te laten zien, maar ze staan erin. Wauw. Oké. Okay. Nou, en nu ga ik even wraps maken, want er komen zo vrienden eten. Gezellig. Oh, kijk eens wat Jola hier komt laten zien. Kijk maar. Wauw. Wow, wat is dit? En bij sprong 0 aftrek. En bij brug 0 aftrek. En bij balk 2 aftrek. En bij vloer 0 aftrek. Topper! We hebben een vleesversie met gehakt. En voor onszelf hebben we de vega versie met korn fijn gehakt. Spel. Ik had dit echt niet verwacht, maar helaas sluiten we deze vlog weer af. Zonder baby in onze armen. Hoezo helaas? Maar ja. Hij zit er lekker. Dat is waar. Het is ook niet echt helaas, maar ik wil hem zo graag zien. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk volgende vlog wel weer goed nieuws. Hou het in de gaten. Abonneer voor meer. Enzovoort, enzovoort. Doe alle signalen, bellen, dingen aan. Hou mijn Instagram in de gaten en you will see. Dankjewel. Doei! Rock that joint.